De 19,5 miljoen euro van de drie Surinaamse banken die in beslag is genomen door het Nederlands Openbaar Ministerie is nog niet teruggegeven. Dit zegt centrale bankgovernor Robert van Trikt aan onze nieuwsdienst. Volgens geruchten zou het bedrag dat vorig jaar april in beslag is genomen vandaag worden vrijgegeven. Als gevolg van het vonnis van de rechtbank Noord-Holland. De rechtszaak is wel gewonnen door Suriname, maar het geld is volgens de governor nog niet overgedragen aan Suriname, omdat de periode voor cassatie nog niet voorbij is. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft 2 weken de ruimte om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank. Of dit rechtsmiddel gebruikt zal worden, is volgens Van Trikt nog niet bekend. Vanuit Suriname wordt er wel uitgekeken naar het geld. Dit zal naar zeggen van de governor zorgen voor normalisatie van het financieel verkeer in het land. Dat het een impact heeft gehad op de samenleving. Bijvoorbeeld met het lichten van gelden. Op een gegeven moment kon je maar maximaal 200, 300 lichten, want we konden het niet binnenbrengen. Het storten. Euro's werden geweken eigenlijk. Dus er zit vreselijk veel cashgelden in omloop. Dat bracht op een gegeven moment niet alleen maar smokkel van gelden, het bracht ook hamster van gelden, thuishouden, wat moet je er anders mee? Criminaliteit natuurlijk, want veel mensen lopen dan met cashgelden. Kijk, de centrale bank heeft nog altijd 1 doelstelling en dat is less cash. We gaan naar een digitale wereld. Toen ik 10 maanden geleden ben begonnen, hebben we direct de kosten van SNAPS, dat is het automatisch overmakingssysteem, op SRD hebben we afgeschaft. Met andere woorden, we kunnen gratis naar elkaar overmaken, het digitale systeem gebruiken. We zijn toen met succes in augustus hebben we de USD-snaps geïntroduceerd. Met andere woorden, nu kun je middels chiralisering kun je gewoon naar elkaar overmaken. Je hoeft niet meer te lichten. Maar de normalisatie, daar moeten we ook natuurlijk, Rome was niet gebouwd in 1 dag. We moeten ook weer wennen in 1,5 jaar dat het ook anders kan. En die tijd moeten we de samenleving natuurlijk ook gunnen, moeten de banken ook gunnen. Van Trikt ziet het vonnis in het voordeel van Suriname als een historisch feit. Hij onderstreept echter dat er nog veel gedaan moet worden om het financieel betalingsverkeer te zuiveren. Een normalisatieproces, ik geef het zijn tijd. Dat is altijd. Men moet wennen, we zitten ook in een verkiezingsjaar. Je hebt sentimenten die meespelen, je hebt berichten die de media bereiken die helaas op onwaarheden berusten, maar toch wel paniek enigszins doen opwaaien. En ik heb altijd gezegd, als het niet komt van de formele instituten berichten, dan is het, hoe kan je het anders zeggen, paniekzaaierij. Dus ook nu, daarom ook zo'n persconferentie, om duidelijkheid te schaffen dat wanneer wij het proces ingaan, dat wij er zijn, de centrale bank, voor die financiële stabiliteit die wij moeten bieden aan de bevolking, dan moeten we daar ook openlijk over kunnen communiceren, maar ook die geruststelling kunnen geven van gelden zijn veilig bij de bank. Dat is ook zo. Met andere woorden, ik geef het zijn tijd. We hebben nog aardig veel te doen. Binnen de bank, in de samenleving, ten behoeve van dezelfde financiële sector. Dat stopt niet vandaag. Het is een succes, maar laten we ons niet blind staren dat er nog heel veel stappen gemaakt moeten worden om in ieder geval wet en regelgeving aan te geven. Dat was de governor van de centrale bank, Robert van Trikt, tijdens de persconferentie van de bank op 24 december. Geruchten die beweren dat de 19,5 miljoen euro die in beslag is genomen door het Nederlands Openbaar Ministerie vandaag is vrijgegeven, berusten volgens hem dus niet op de waarheid.